was 7 jaar en ik werd op school verdacht van diefstal van een boekje. Daar lag de Bijbel. Niet door mij neergelegd. De plakkerige pindakaasvingers van René Laan zaten er nog aan. Ja, ik verhuisde vanuit Mongolië naar Nederland. Dan had je nou eenmaal, want zo groot zijn die Mongolen niet. Ik herinner me nog heel goed hoe ik mijn grote liefde ontmoette. Het was in de rookruimte van Paradiso. Ik was net gestopt met roken, maar toch weer begonnen.